Welkom bij Vlogmas dag 16. Goedemorgen allemaal, het is vandaag 16 december, het is maandag. Als je de vlog van gisteren hebt opgezet, heb ik het volgens mij maar niet gezegd ofzo. Gisteren, toen ik bij die vrienden was in Veldhoven, toen heb ik via mijn stage nog gebeld. En heb ik geregeld dat ik vandaag een tussendienst kon draaien. Omdat ik nog steeds ontzettend pijn in mijn knie heb en nog steeds heel erg moeilijk loop. Dus dat is dat. Ik heb nu een tussendienst, morgen ook. Het is nu 8:15 ochtends. Dus ik ben echt best wel moe. Mijn bed is trouwens al wel opgemaakt. Maar ik dacht, ik ga gewoon gelijk lekker de adventkalenders doen. We gaan eens even kijken. Dag nummer 16. Oh, is het hier? Ik ben heel benieuwd. Dat is zo'n puff. Zo'n douche ding. Chill, daar kan ik me lekker mee wassen. Dat is leuk. Dagje nummer 16. In deze advies, het gaat echt steeds sneller. 16. Dat is een hele lange. Oeh. Een mascara. Nice. Daar ben ik heel blij mee. Die ga ik zo meteen ook denk ik lekker gebruiken. Top. Daar ben ik heel blij mee. Dat is echt heel leuk. Goed, dit is allemaal gedaan. Ik heb dus een mascara. En het andere kellen heb ik een soort puff, hoe je die dingen noemt. Ik ga even naar beneden. Ik ga even paracetamol nemen. En nog meer pijnmedicatie, want ik heb echt pijn. Daarna ga ik denk ik gelijk even koffie zetten. En dan ga ik me gelijk wassen en aankleden. Ben ik dat in ieder geval helemaal klaar. En that is it. Ik ga me in ieder geval lekker klaarmaken. Ik moet nog alleen even een crème op mijn gezicht doen, want ik heb hem net gewassen. Dus hij is wel heel erg droog. Goed, dit gaat echt bijna elke ochtend zo. Ik heb mij inmiddels aangekleed. Oh, mijn knie, jongens, doet echt vreselijk veel zeer. Ik heb een wit t-shirtje aan. Ik doe mijn rok een stuk omhoog. Dan heb ik een beetje licht in mijn kamer. Alles is nog helemaal kapot en kapot licht. Het is inmiddels 9:15. Ik heb lekker op mijn gemak koffie gezet. En lekker op mijn gemakje aangekleed. Nog een lekker een beetje opgefrist met kokosnoot body lotion. Deze moet ik even hierboven opzetten, want anders ben ik bang dat ik hem straks in één keer om ga sodemieten. Dat is niet leuk. Dus, maar eigenlijk gaat het elke ochtend zo. Ik heb alles lekker gedaan. En ik ga nu lekker zitten. Oh wacht, mijn krukje heb ik nodig. Oh. Zo. Een beetje schuin gaan zitten. Anders dan hou ik dat niet helemaal vol. Dan doe ik alle lichtjes hier aan. Die. En die. En deze. En dan kan ik zo lekker mijn make-up gaan doen. Ik moet nog een crème op doen. Ik moet nog even schoonmaken. Zo gaat het eigenlijk elke ochtend. Ik ben best wel heel erg blij met deze setup. Want nu is het... Oeh, ik ga een watje pakken. Is het dus niet zo heel erg dat ik ook over mijn bed moet gaan klimmen. In het begin zat ik hier niet, omdat ik eigenlijk anders echt helemaal in het donker zat. Maar ja, dat zit ik nu niet meer. Dus vandaar denk ik, nou ja, weet je, dan kan het wel. Oh, dit is lekkere tonic, jongens. Auw, alleen mijn ogen branden. Dan misschien niet in mijn ogen moeten doen. Deze gaat lekker.
Heel nice. Goed, ik heb net mijn gezicht al gereinigd en gewassen. Maar je ziet, ondanks dat ik het was, komt er toch nog restjes vanaf. En daar houden we niet van. Dus ik ga even een crème doen. Of ja, een balsem. Het is natuurlijk niet echt een crème. Ik zweer hier wel echt bij hoor. Dit is echt zo fijn. Van de Action. Vaak alle crèmetjes die ik te halen zijn, daar droog je gezicht super snel van uit. Maar dit is natuurlijk geen crème. Dit is gewoon een balsem. Dus het blijft vettig. Tenminste, niet vettig. Het blijft gehydrateerd. Lekker zo zeggen. Dat vind ik wel echt fijn. Ik doe gewoon een beetje mijn vingers in de pot draaien. Klinkt heel raar. Ik zit er een klein beetje aan mijn vingers en dat verspreid ik gewoon lekker over mijn gezicht. En het is heel fijn. Het is echt, het, voor mij werkt het echt heel goed. Zo. Dekseltje erop. En dan ga ik beginnen aan mijn make-up. En dat ga ik jullie niet laten zien, want dat heb ik jullie gisteren ook al laten zien. Dus dat is allemaal een beetje onnodig. Om dat in één keer allemaal te gaan laten zien. Maar ik ga wel het even doen. Goed, ik ben inmiddels helemaal klaar. Mijn make-upje zit erop. Ik moet alleen mijn bril nog opdoen. Maar volgens mij lag die beneden. Dus die ga ik zo beneden even pakken. Oh nee, wacht, die lag hier. Ja. Oh. Als het goed is ligt mijn lange vest beneden. Tenminste, dat gok ik. Dus die rok ga ik ook wagen en anders moet ik zo weer terug naar boven. Maar hij ligt niet in mijn kast hier. Dus dan denk ik toch dat die beneden ligt. Of ik trek gewoon lekker mijn vliesvest aan. Dat kan ik ook doen. Even kijken of die hier in de kast ligt. Ik heb mijn bril in ieder geval lekker op. Op mijn vliesvest of op mijn trui. Dit is mijn trui. Op mijn vest. Nee, op mijn vest. Nee. Waar is mijn zwarte vest gebleven? Af en toe ben ik echt alles kwijt. Echt heb ik heel weinig voor nodig om iets kwijt te raken tegenwoordig. Ligt misschien ook niet hier. De veegwagen komt even langs. Oh, hij ligt hier. Haha, top. Zonder dat alles eruit valt. Doe die lekker aan, want die is lekker warm. En op de afdeling is het gewoon echt serieus best vaak heel koud. Dus ik doe deze gewoon lekker aan. Als het goed is die schoon. Ja, hij is helemaal schoon. Dat is toch wel fijn. En hier zitten zakken in, dus dan hoef ik misschien niet eens dat is beter. Nou, ook deze lekker aan. Ik doe lekker een klein stukje dicht. Lekker warm. En dan kan ik gewoon hier in mijn zak mijn telefoon doen. En aan de andere kant mijn sleutel enzovoort enzovoort. Hoef ik het niet allemaal mee te sjouwen. Maar goed, ik heb mijn tas trouwens ingepakt. Ik heb deze teddybag mee. Als jullie vlogs van Femke Mijnders kijken, weten jullie dat zij ook zo'n tas heeft. En ik vind hem echt heel erg fijn. Maar die neem ik vandaag dus weer lekker mee. Mijn telefoon erin. Ik gooi gewoon alles lekker los in. Ik ga het totaal niet moeilijk doen. Even kijken, voor de rest heb ik alles. Ja, ik ga naar beneden. Ik ga even gauw tosti maken. Even ontbijten, even eten. Nog een kopje koffie drinken. En dan ga ik om iets voor half de deur uit. En het is nu 10:10. Dus ik ga ongeveer 10:55 de deur uit. Dus een klein beetje opschieten. Goed, ik hink buiten. Ik loop niet buiten, ik hink buiten. Oh, ik heb deze grijze jas weer eens aangedaan. Ik denk, die is wel lekker warm. Mijn tas bij, met mijn spullen. Mijn tasje met eten. Ik denk, ik ga het niet te gok wagen om dit in mijn eigen tas te doen. Want als het omvalt, ligt er soep door mijn tas. Dus dat is niet zo heel fijn. Maar ja, ik ben er best wel blij mee eigenlijk. Ik ga dit zo meteen in de koelkast op stage zitten, want anders heb ik vanavond waarschijnlijk bedorven spullen. Is niet lekker. Maar ja, ik ben onderweg naar stage.
super veel zin in. Ik ben benieuwd. Laatste weekje voor de kerstvakantie, tenminste. Nog 3 dagen. Nou, dan is kerstvakantie. Dus daar ben ik wel heel blij mee. En ja, verder gaat het op zich hartstikke goed, moet ik zeggen. Buiten heel veel pijn in mijn knie weer, gaat het echt redelijk. Het was alleen even niet lekker. Ik dacht zaterdag echt vanochtend gaan we goed. Maar nu, volgens mij zijn we gewoon echt weer lekker terug bij af. Want het, ik helemaal kapot, hè. Het loopt echt niet lekker. Later rijden dan de metro waar ik in zat. Ik snap echt helemaal niks van. Maar goed, ik ben in ieder geval wat later. Ik heb stage netjes gebeld om te vertellen hoe of wat. Dat ik een storing had en dat ik wel onderweg ben. Dus nu onderweg naar stage. Toen is onderweg nog een boterhammetje gegeten. Nu op naar stage. Bij de knie. Ja, we gaan er gewoon lekker door. Ik ben weer lekker thuis. Ik zit redelijk avond gegeven op mijn stage. Ik heb daar echt gewoon soep gegeten. Wat eigenlijk best goed ging. Het was echt opwarmen in magnetron. En ik kon zo mijn soep eten. Dus dat was echt top. Ik ben nu eieren aan het kopen. Ik wil morgen een eitje meenemen. En ik wil morgen sowieso nog een soepje meenemen. Maar die ga ik morgenochtend opwarmen. Dan eet ik morgenochtend op mijn soep. En wat daarvan over is, eet ik dan morgenavond op. Ik heb het op mijn blik tomatensoep. Die ga ik hier even neerzetten, anders verwerk ik het uit. Ik ben even eitjes aan het koken. En dan eet ik zo een eitje. En dan eet ik morgen neem ik ook een eitje mee. Dan kan ik tussenmiddag even eitje eten. En ja, voor de rest ging het eigenlijk best goed. Ik heb alleen heel veel last van mijn knie weer. Wat ik vandaag al aan voelde komen eigenlijk. Maar we doen er vrij weinig aan. Ik ga morgenochtend even douchen. En ja, ik ben een beetje moe. Zoals je ziet, mijn oogmake-up is ook helemaal uitgelopen. Het is geen waterproof mascara, heb ik gemerkt, van de adventkalender. De hele ogen zijn zwart. Dus ik weet dat ik die niet aan moet doen als ik naar stage ga, want anders dan blijft het er zo uitzien. Maar ja, even een kopje koffie drinken, dat heb ik er trek in. Cafeïnevrije koffie, want we slapen vannacht niet meer. En ja. Daarna ga ik mijn eitje eten. Even een lekker dropje. Maar ik hoorde iets zeggen, maar dan ben ik het weer vergeten. Dat is niet heel slim, dat weet ik. Maar goed. Ik heb gegeten. Ik ben omgekleed. En ik ga zo denk ik lekker mijn bed in. Alles ligt klaar voor morgen. Ik ga even een mailtje versturen. En daarna ga ik nog heel even editen. En als dat allemaal is gebeurd, dan ga ik lekker slapen. Ik ga nu even mijn bed alvast lekker los trekken. Ik moet nog even een mail versturen wat ik dus net zei. En even hoe heet dat? Goh, jongens, echt mijn geheugen. Ik heb niet veel meer nodig. Een mail sturen en editen. Dat moest ik doen. Juist. Dus dat ga ik ook maar eventjes doen. En dan ja. Is het wat het is? Ik ben in ieder geval wel blij. Ik moet nu alleen eens even nog een mail gaan sturen. Want we komen de woensdag een etentje op stage als afsluiting voor dit stageperiode, zeg maar. En voor dit jaar. Maar ik heb er geen geld voor. Dus dan gaan we gewoon niet eten, weet je. Het is makkelijk.
ik ga niet eten uit andermans zak. Dat ga ik niet doen. Dat ben ik, zo ben ik niet en dat wil ik ook zeker niet zo gaan doen. Dus dat gaan we ook gewoon dan lekker niet doen. Dus ik ga even een mail sturen dat ik niet mee eet en dat ik gewoon op de afdeling blijf. Hoe gezellig en hoe jammer het ook is. Jammer dan. Weet je, ik heb er geen geld voor, dus ik eet dan ook gewoon niet mee. Ik vind het dan echt asociaal om alsnog mee te gaan eten en vervolgens geen geld ervoor te hebben. Dus helaas. Goed, de mail over het etentje heb ik verstuurd. En nu is het tijd om te gaan editen en daarna lekker te gaan slapen. Want ik ben best wel een beetje moe. Dus ik bedank jullie voor het kijken. Doe deze video een blauw duimpje omhoog. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe video. Doeg!